statistiek. Normale verdeling. We gaan kijken naar de distribution function en de cumulatieve distribution functie. Nou, laten we beginnen met een assenstelseltje. We tekenen hier een standaard normale verdeling in. Zoiets, hè. En een standaard normale verdeling heeft een gemiddelde van 0 en een standaardafwijking van 1. Nou, wat gaan we nou doen? We gaan één standaardafwijking naar links en naar rechts. Dan komen we hieruit bij min 1 en dan komen we daaruit bij 1. Dan vragen we ons eigenlijk af, wat is nou de oppervlakte die hier zit tussen min 1 en 0? Nou, dat kunnen we met de rekenmachine gaan berekenen. Gaan we naar Second Distributions, Normal CDF. Geven we de linkergrens aan, is min 1. De rechtergrens, 0. Gemiddelde is 0 en standaardafwijking is 1. Bij moderne rekenmachines vraagt hij dat allemaal, hoef je dat zelf niet meer te weten. Dan zegt hij 0,34. Dat wil zeggen dat dit stukje qua oppervlakte is 0,34, oftewel 34%. Dan zal deze ook 0,34 zijn, want hij is symmetrisch. Ga ik nog een standaardafwijking naar links, kom ik bij min 2. Dan is de vraag, hoe groot is nou dit stukje? Nou, kunnen we op vergelijkbare manier kunnen we dat berekenen. Die mag wel even weg. Second distributions. Dan gaan we naar normaal CDF. Linkergrens is min 2. Rechtergrens is min 1. Gemiddelde is 0 en standaardafwijking is 1. En dan zegt hij iets van 0,13. En dus dit is 0,136, zoiets. Nou, dan is dit stukje, naar 2 toe, is ook 0,136 qua oppervlakte. Nou, dan kunnen we zeggen dat eigenlijk 68% van alle metingen zit in een gebiedje van 1 sigma naar links en rechts vanaf het gemiddelde. Als we nou 2 sigma naar links en rechts gaan, dan zitten we in dit gebiedje, dan krijgen we eigenlijk die 0,136 plus 0,34 keer 2 en dan zitten we bij onze R95. Hè, dit is 0,95, dus dan krijgen we 95% van alle metingen zit tussen de min 2 en de 2. Dan gaan we het volgende doen. Stel nou dat we een cumulatieve verdeling gaan maken. Dus dit is een distribution function. En we gaan nu naar een cumulatieve distributiefunctie. Dat betekent dat we alles gaan optellen. We weten dat de oppervlakte onder deze grafiek 1 is. Dus uiteindelijk zullen we uitkomen bij 1. De vraag is even, hoe gaan we daar naartoe? Nou, laten we eens beginnen bij die 0. Wat we eigenlijk willen weten is de oppervlakte onder de grafiek hier links van min oneindig tot 0. En die gaan we hier plotten. Nou, dat kunnen we doen. Dit mag wel even weg. Second distributions. Cumulatief. We beginnen bij min oneindig. Is min 10 dakje 99. Je zou ook min 100 kunnen invullen. Dat komt eigenlijk hetzelfde uit. Tot 0. En gemiddelde is 0 en standaardafwijking is 1. Als je die weglaat, dan doet hij het ook, want dan zegt hij, oh, hij heeft niks ingevuld, dus standaard normaal. En dan komen we precies uit op die half. Oké, dus bij 0 heb ik een waarde van een half. Die zit hier, 0,5. Hoe groot zal die zijn dan bij min 2? Nou, gaan we kijken. Second entry, dan worden we een beetje lui. En dan zeggen we, dat laten we allemaal staan. En dan wordt dit van min oneindig tot min. En dan moeten we even insert, min 2. En dan zegt hij dat is 0,02. En dus bij min 2 hier, min 2, min 1 is hij, nou heel laag, 0,02. Dan gaan we min 1 invullen, die had wel ietsje meer naar links gemogen. Second entry, dan vullen we hier min 1. Enter.
En dan krijgen we iets van 0,16. 0,16, dan zit ik hier. Wat je krijgt is eigenlijk een soort curve die er zo uitziet. Als je die andere berekent, dan ziet die er zo uit. Zie je dat? Een soort S-curve. Dus als je die S-curve ziet, dan weet je ook dat je te maken hebt met een standaardnormale of met een normale verdeling. Dit is de distributiefunctie en dit is de cumulatieve distributiefunctie.